Wie heeft de gas gemaakt? De bergen ook gemaakt? Wie heeft de bomen gemaakt? Of de bloem gemaakt? Misschien is het wel iemand die in de hemel woont. Of op aarde gewoon ontloopt. Misschien woont die wel in een flat of in een villa. Ja, dat weten sommigen niet. Ik weet het wel, dat is God. God is de allermachtigste. Dat is God. God is de allermachtigste. Wie heeft de blaadjes gemaakt? Wie heeft ook de mensen gemaakt? Wie heeft de grote tornado gemaakt? Wie heeft de bliksem gemaakt? Misschien is het wel iemand die in de hemel woont. Of op aarde woont. Misschien loopt die gewoon op straat. Of gewoon in de huis te koken voor zijn vrouw. Maar ik weet wel, dat is God. God is de allermachtigste. Dat is God. God is de allermachtigste. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben van het nummer. Ik heb er heel veel tijd in gestopt. En ik heb het misschien wel 3, 4 keer, 5, 6, 7, 8. Ik weet het niet. Ik heb het heel veel keren over gedaan. Hier zie je ook de blaadjes wat ik heb gemaakt. Allemaal leuke blaadjes. Allemaal leuke tekeningen en zo. Want anders, ja. Maar het belangrijkste is dat jullie, dat als je een probleem hebt. Of als je, ja, ziek bent. Of als je een probleem hebt. Of geldproblemen of gemeentelijk of zo. Laat God in je hart. God wil er voor je zijn. Want God, alleen God kan alle problemen die jij hebt, kan God weghalen. Ja, dat kan hij weghalen, ja, tuurlijk. Alleen dan valt het leven nog steeds mee. Laat God gewoon in je hart. Als je problemen hebt of zo, God kan je wel helpen. Gewoon in God vertrouwen. Het leven is daarna nog steeds zo moeilijk, maar niet zo moeilijk als eerst. Gewoon op God vertrouwen, blijven bidden. Bijbel, als je geen Bijbel hebt, koop hem dan. Het is echt een mooi boek. En ja, God zegen.